It's for you, Christmas. Mensen die, die staan hier toch wel voor ons de spulletjes van hout naar her te brengen. En ja, dan met zulke dagen nog onderweg staat, dan is dat toch wel mooi dat je iets krijgt van iemand. En dan zien ze toch wel wat zo'n klein pakketje wel niet met een mens kan doen. We have a gift for you for Christmas. It's for you. Yeah. 100 kerstpakketten, 100 warme maaltijden en 100 ontbijttasjes. Daarmee gaat vrachtwagenchauffeur Henk-Jan uit Wierde op pad. Samen met vrienden en familie gaat hij langs grote parkeerplaatsen om zijn collega-truckers die ver van huis zijn op kerstavond een hart onder de riem te steken. Ciao. Hallo. Hallo. Het idee ontstond 3 jaar geleden. Ja, toen kwam ik van Zweden af. Ja, toen zat ik helemaal met de kerst alleen. En ja, dan voel je je toch wel een beetje eenzaam. Maar dan kijk je om je heen en dan zie je die mannen staan en dan denk je ook van ja, wat heb ik te zeuren? Hè? Die zijn nog langer van huis. Die zijn altijd alleen bijna. Ik feliciteer jou ook van harte met de vakantie en wens je het allerbeste. Welkom. Thank you. It's for you. Christmas. Merry Christmas. Ja, daar word je zelf ook wel blij van, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Die mensen die staan hier toch wel voor ons de spulletjes van hout naar her te brengen. En dan met zulke dagen nog onderweg staat, dan is dat toch wel mooi dat je iets krijgt van iemand. En zelfs aan de taalbarrière is gedacht. Oh, collega. Ja, yeah, collega. Yes. Ze hebben namelijk een speciaal boekje gemaakt. In 10 talen staat erin wat wij hier aan het doen zijn. Dus dat hun hier met kerst staan en wij ook chauffeurs zijn. En dat wij namens alle sponsors staan, waar we geld van hebben gekregen en spullen, hun een kleine mooie kerstgeschenk geven. Ik denk dat voor iedereen, wel voor de jeugd nu wat erbij is, die kijkt nu veel anders tegen bepaalde dingen aan. Voordat ze hier naartoe gingen. En dan zien ze toch wel wat zo'n klein pakketje wel niet met een mens kan doen. Dus.